Hey hallo, welkom, ik ben Daniëlle en in deze video gaan we kijken naar groepen, oftewel Groups in Linux. Elke gebruiker is minimaal lid van één groep. En dat is ook wel zijn primaire groep. Dus op het moment dat je een gebruiker aanmaakt, wordt die standaard toegewezen aan een groep. Op sommige distributies krijgt elke gebruiker een groep met de naam van de gebruiker. En andere distributies maken een groep users aan met alle gebruikers daarin. Ja, dus op het moment dat er voor elke gebruiker een specifieke groep aangemaakt wordt, dan noemen we dat ook wel private groups. En andere distributies hebben dus een groep gebruikers of een groep users met alle gebruikers daarin. We kunnen ook andere groepen aanmaken. Dat doen we door middel van het commando group add. En vervolgens kunnen we een gebruiker toewijzen aan een groep. En dat kan op twee manieren: middels user mod group mod of het bestand etc/group aanpassen. Nou, laten we daar eens even naar gaan kijken. Ik ben ingelogd als root op mijn CentOS 7-machine. Misschien is het leuk om ook even te kijken naar wat de map etc. scale doet. Uh, want ik ga zo meteen een nieuwe gebruiker aanmaken. Uh, wat ik kan doen bijvoorbeeld is zeggen touch etc. scale en dan een uh, bestandje. En elke gebruiker, elke nieuwe gebruiker die ik maak, die krijgt automatisch dit tekstbestand in zijn home directory. Dus de map scale zorgt daarvoor, directory scale zorgt daarvoor, dat op het moment dat je hier bestanden inzet, dat dat automatisch gekopieerd wordt naar de home directory van een nieuwe gebruiker. Laten we een gebruiker aanmaken. User, add. Prima. En voor het voorbeeld heb ik ook even twee groepen nodig, dus ik maak een groep aan. Group. Add uh, ICT en group add admin. administratie. Nou, twee groepen aangemaakt en een gebruiker. En als ik kijk naar de gebruiker Maaike, dan zie ik hier de laatste gebruikers staan, de laatste vijf gebruikers. En dan zie je hier mijn gebruiker die zit in groep nummer 1003. Nou, gebruikersnaam, home directory. En als we nu een nieuwe terminal openen, dan kunnen we ook gelijk CAT ETC group. En dan zie je hier inderdaad de twee groepen die aangemaakt zijn. En deze nummers, die komen dus overheen met de groepnummers. En je ziet hier Maike 1003. En die groep heet dus ook Maike 1003. Hetzelfde geldt voor Johan en onze testgebruiker. Wat ik vervolgens kan doen is uh, de gebruiker toevoegen aan de groep: userMod-ag-ICT-Mike. En je ziet hier dat zij lid is van de groepen Maaike en de groep ICT nu. Die A moet ik wel invullen, want anders voeg ik haar niet toe aan een nieuwe groep, maar dan vervang ik min of meer de groep. En dus als ik nu zeg uh, min G en dan administratie, dan zul je zien dat ze nu alleen lid is van de groep administratie. En ik moet echt die AG invullen, wil ik haar van beide groepen lid maken. En nu zie je dat ze dus en lid is van haar eigen groep, van de groep IST en van de groep administratie. Kijken we vervolgens naar Kat ETC groep. Dan zie je dus dat Mike lid was van deze groepen. We zouden eventueel ook gewoon dit bestand aan kunnen passen. Uh, door hier komma en dan de naam van de gebruiker achter te zetten. Bijvoorbeeld door VI. ETC groep. Dan gaan we helemaal naar beneden. insert, johan.wq id johan. En dan zie je dat hij ook toegevoegd is aan de groep. En hiermee is ook Dit aangepast. Nou, vaak ga je het niet op deze manier doen. Het kan wel. Maar uh, de meest nette manier is gewoon via Usermod, min AG. En dan mag je ook twee groepen neerzetten. Bijvoorbeeld ICT en administratie. En dan Johan. En die staat er netjes bij. Overigens kan je in plaats van dit ook gewoon het commando. Gebruiken. Dan opent ook de Groups. Nou, als laatste is het misschien nog wel leuk om even te kijken naar onze testgebruiker Mike, die ik aangemaakt heb. Laten we eens even naar de home directory gaan van Mike. En hier zie je inderdaad dat gelijk bestandje aangemaakt is. Dat is dus het bestand dat ik hier helemaal aangemaakt heb in de map scale En die komt dus nu in elk home directory terug. In deze video heb ik je laten zien hoe je groepen kan maken en hoe je gebruikers op verschillende manieren toe kan voegen aan groepen. De meest nette manier is nog steeds user mod, maar je zou eventueel ook de etc/group aan kunnen passen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.